aflevering voor je eigen programma Gongo Samboto. Bekijk eens de laatste informatie. De mooie fire item die je aankondigt. Alleen die aan zou je kiezen ding. We kunnen checken van je sabi. Wie voor associeer wanneer de je jesi je aan en ga je tongo. De checken van je sabi dan aan je sanang. U abi jeugd ambassadeurs. Wabi SDG Youth Ambassadors, wabi CARICOM Youth Ambassadors en binnenkort ook toe wabi Sport Youth Ambassadors. Va de Youth Ambassadors ik kiesi den positie, je hebt een verkiezing en na a Youth Parlement is stem poti den Youth Ambassadors jaso. Ayali jaso de verkiezing of in de PSI en negi mong di pasa dan zo. Negi mundi pasa da so sama di bewani ton yu ambassadeur bekan poti de ning en entese a finale of in de PSI. Sata di pasa dati be de 21 juli da a vergadering beholi pe den yu ambassadeurs ya so den kandidaten be habi fumeke kennis anga a yu parlement. Helaas wado a kennismaking sefi bika piki problem be de a informatie di be komoto fu sport en jeugd zaken dan a informatie di a leiding kisi dan de nobe de tiferi anga bepaalde sani en daarover o taki tide aini a programma tide mi abi gast Stefanus Lihori di be de en je peer ook toe, ik ben lid voor het Nationaal Jeugdparlement voor 2010, comité 2014. Welkom in jouw programma. Dank je. En dus, aangezien ik ben lid zo lang, dat ik heb boven voor over het Jeugdparlement. Dus een nodiging uit voor boko, pik zo informatie. Welkom van je fee, voor jij in je studio, voor associeer today. No. Ik ben vier woon. Toch een keer ook toe aan de beskonde Peking, die moeten naar zich voor maar weinig. Ja. Dan ben je lid inderdaad van je gevaar, van je parlement. Ik ben lid ook toe voor je districtsraad lid. Je districtsraad lid, voor je districtsraad lid. Dus in totaal samen opgeteld, dat je even loopt, dan ben je acht. Ja, nee, 7,5 jaar verbonden. Wow. Naar het AJUG-instituut. Toch? En dus, ja. Migro Kondapé, dus. Ik kan niet zo. Ik ben niet meer dan nog niks wat dat betreft. Maar inderdaad, wat de jongeren die kan doen en zeggen die de omtrent de situatie van je huidige parlement noemen, maar je instituut noemen. Ja. En met de. Breed in een actie voor associatief, voor mimicatoren. Wat zeg je ook tot aanzien voor historisch? Ik denk dat ik naar een prinsbare retorie en hoe kan je aan volk informatie te aanzien voor de mensen? Oké. Nou. Il faut la situation parce que ça va passer à cette année passée. Adesso daki a leading dati bede Kelvin Koniki sonali fan tro anga Dorothy Terlan en dus de chai confessi daki a informatie di de kisi fosi a vergadering begin dan so de kisi wa list anga denning fu den sama di odumi na a youth ambassadors fer kisi. Ik denk dat je leest dat je meestal de sani in een computer de print uit en de zit ook een schipje aan een pen. En dat is de naam van Jamil Stark. En dus, als je leest een schipje aan een pen, dat je niet weet dat je maar fasa ane ya dudo a list fasa maya so pasa a screening fa kon taki ala den wang den poti anga aini a computer ma disi ski kan a pen dus dat na wang fu den sani en dat na wang fu den sani sa saide de besluit taki den o verdaga vergadering jo skoif hinga wan tadi bika de wani mo informatie ma baka dati dan jugu be pasa bika wantu membe fu a parlament no be de ins angato liaso a leiding be abi a recht
voor vandaag een vergadering? Ja. Alleen dat ik echt even mijn arke leek van een keer inleiding. Dat is dat mijn Frans mijn wenkbrauw af en toe. En omdat mijn man brief in feite dat ik zo varen aan je parlement vadoen. Omdat aan je parlement begint in 2004. Is je parlement voorzitter bij de MF in Bova. En die dat ik ook begin aan je parlement. En nu nog wel die in 2018. En na een situatie van Stratradia, dan moet ik echt aan je parlement vadoen. Aan je parlement voorkomt ik een actie voor je. Aan je parlement ben op alle rechten, of althans aan leiding voor aan je parlement. Onder andere als voorzitter, Sabin leidt een vergadering aan die dat die. We hebben alle recht voor vandaag de vergadering. Als een man ziet dat hij, een man constateert dat hij onregelmatigheden deed, of wat zijn deed, dat hij als een is nu. Zo precies samen deed, het is een beetje grijs, dat hij de wit of zwart. Mm-hmm. Een man mag actie van vragen, maar vaak kom, heeft een man stel wat onderzoek in, een man heeft alle recht. Toch? Dus mijn begrijp dat ik nu ook toe aan haar. Aher commotie rondom aher zijn is verzeilen met zowel leden in het parlement, zowel publiek samieren. Toch, nu ben je eens naar een handeling voor een voorzitter, als volgens het oude reglement. Ja, volgens het oude reglement, een voorzitter mag vandaag een vergadering. Ja. Toch, if als je dat je een CPA go een vergadering die ze aan de vruchtbaar. Ano chawini, toch? Amai was komen lezen, amai op alle recht vandaag vergadering. En als parlement, lik je parlement op het moment dat hij, wat heeft beug, die hebben besluit voor haar voorzitter. Die hebben besluit voor haar voorzitter. Oké. Want dat is nu, je weet niet zo'n situatie bij de leden die nog bij de eens aan haar vandaag. Bij de taki, volgens het andere reglement, dan amogani lid in het parlement en mag kon lei a vergadering. En dat is bij de missie door die terlaan voor Saramaka. En dus op een gegeven moment heb je een situatie bij een belei a vergadering, want de parlementsleden nog bij de eens, de wakagwe. En ik ben in een situatie pe door het Italiaan bij een vergadering en ik ben weten met IT of negi membe die bij de een vergadering niet eens 15 samen met de meerderheid. Dus mijn begrijp acties op oma want nou inleiding dat ben. Maar samen met verstand uit de inleiding voor je dat ik ook totaal mis omdat de voorzitter vandaag een vergadering, is mijn bij een boom. De wat voorzitter voor het Europees Parlement vandaag een vergadering. Nou wat in Christus je kan deze maar je wani. Bovendien het Europees Parlement de verantwoording schuldig naar de jongeren. En de op de eerste plaats verantwoording schuldig naar noas maar mogelijk jongeren. Niet naar geen enkele minister, geen enkele directeur, geen enkele niemand. Je ziet wie? Het Europees Parlement. De verantwoording schuldig naar de jongeren en ook wel leiding. Een voorzitter in je leiding. Toch, een kaartvergadering komt bijeen en leiden vergaderingen. Een schorsen vergaderingen, een kiesmabeurt in de vergaderingen. Een verdaag vergaderingen naar Luku heeft aan belang dit. Ja. En bij een voorzitter vandaag een vergadering dat ben. Tot daar een vergadering go. Dat betekent een vergadering vandaag go naar een nader bepaalde datum. Noem enkele lid, noem man, noem minister, noem directeur, noem maar of wie. Noem mag go te ambra take go lei vergadering go door. Is onstatutair in mankara sandati. Onreglementair, het komt nergens voor. Mm-hmm. Je ziet dus. If zoiets aankomt sa, in een vergadering werkelijk, dat betekent alle handelingen. Nadat de voorzitter de vergadering vandaag heeft, alle handelingen zou plegen. Ik heb vrienden gaan naar prullenbak. Zijn nergens voor nodig. Ja, dus aan kon aan het kunnen zeggen, het is rommel. Het wordt in de prullenbak thuis. Oké. Ja. Oké. Dus die door het Italiaan begin, wil je vergadering dat eigenlijk Abe mag? Nee, ja, maar dat is maar minus een ding dat je kan, want ik ken de persoon niet. Maar mijn iemand dat ik nou een lid van je parlement. Ja.
En wie is de precies de manning? Dus na, in het parlement? Oudste lid in jaren. Nee, oudste lid in jaren komt slechts één keer in beeld. Oudste lid in jaren komt in beeld of ik kom in beeld pas na het begin voor het jeugdparlement. Die wil nu het jeugdparlement kiezen, dan oudste lid in jaren, want dat de man ook kiezen bestuur het is. Dan voor zijn oudste lid in jaren vanaf het moment dat je parlement kiezen, dat oudste lid in jaren een bepaald, of althans, afrantwoord te voeden in je gekozen leden. Ja. Tot het moment dat een verkiezing schrijft uit, toch, dat qua leiding ook bepaalde verkiezing ook komt. De kastem die voorzitter, ondervoorzitter, eerste plaats vervanger. Toch? Tenna het moment dat die a eerste plaats vervanger, of althans a oudste lid in jaren, a lidse, a omhoor ouro lid, toch? In jari, a leiding van het parlement. Daarna niet meer. De komende 3 jaren, want het parlement wordt gekozen voor 3 jaren. Ja. De komende 3 jaren, a zittingstermijn van het parlement, dat na a voorzitter, a leiding, in bepaald. Dat in van vergadering dag, no one's mic, dat is maar jouw aan, ik vind dat ik no one's man op je abba recht voor go. Go, leefvergadering gaat door. Okay. Ons statuteur is dat naar prullenbak. Oké. Nou, je bent de jeugdparlementariër voor 2010, komitee 2014. Je maakt mee een verkiezing voor jeugdambassadeurs? Ja, 3 heeft mij een boom. We hebben CARICOM jeugdambassadeur. We hebben MDG jeugdambassadeur, Millennium Development Goals jeugdambassadeur. Samen met 2 CARICOM jeugdambassadeurs. Toe bij dit. Hij alleen een soort sport kon erbij. Samen met dit. Oké, nice. Want nu alleen een geven aan ook toen dat je een taalpunt bij dit. Dat je de kiezing neemt. Tijdens de koegoe naar de kandidaat voor een CARICOM jeugdambassadeurschap. En meestal is het dat je kiezen hoe je een samen aan gaat. Maar als je ziet Alicia, is het dat je naar de manenge aan gaat hoe je een samen. Dus eigenlijk dan vanaf het begin kan je dat is dat je naar de manenge aan gaat hoe samen de otong aan je wang voeden je CARICOM jeugdambassadeurs. Ook toe naast de voeding sport jeugdambassadeurs, dan de si wamanenge neng namo, neng fu wamanenge en toma sama, edu mee na afverkiezing. Dus, se na li van trouw, becha ik wat visita ki, evu na so, da verkiezing na fu holi, da amobete a minister taki so, asama ya so, neng otong a ambassadeur, dan wobonu men. Fa yu eshen? Ta pa fospresi umluku, Ongona, want de organiseert zo'n verkiezing, een ministerie, en stellen commissies. Ja. Toch? Commissies aan moest organiseren, heersen dat dit. Ayaja, mijn zaak toevallig, zomaar na een voorzitter, of zomaar is door een visie voor een commissie. Ik denk meneer Trost. Of dat naar directeur toch, voor adviesraad, of zomaar na een mandaat, toevallig directeur. Ja, en een commissie op als taak toch voor de sollicitanten of de jongeren in de samenleving, want dat is openbaar, dat is publiek, niks voor is voor ieder. De man dat in de sollicitatiebrief komt, dan gaat de CV erbij dat je dan mijn domein aan je parlementsverkiezing, document papier dat je hebt zo'n score, ik pas zo'n score en noem maar op mijn domein. Dat de man dat ook genoeg na, genoeg je papieren en de man dat ook carrière komt in een sollicitatiegesprek, dan denk aan de in Engels, want je vertegenwoordigt ze in het buitenland. En aan de hand daarvan moet ik weer carrière van screening. Die heb ze als screening, toch? Dat de man dat ook in de smaak heb ze als screening in een selectie. Dus mijn sabi, mijn man geeft aan precies exact of een smaak nog solliciteert of. If this ma kan het solliciteren wel, maar dan op zijn screening waar je kan en dan once man op zijn screening. Als dat dan heel gevoelig zaak, omdat meer dan zaak je dat doet. Ik mag haken en even, scenario van trouw geven aan, dat je de deluk al leest voor de samen die bij solliciteert, dan voor mannen en voor oman samen bij de. Dus dat is voor zijn screening. Dus maar solliciteer zeg maar. Yeah. Dus bakken screenen dat je even lukt om dat deze mandat de resterende koffer uit. Yeah. Op grond waarvan de koffer uit. Dus alle de standaard die moest de man om kieperen de standaard bakken.
Doch if a voorzitter van het parlement heeft van leiding, lukt dat hey, meer de instelling alleen ja jong, mi wan gona, voor zeide me kwam lukt gona soms wat we solliciteren, maar voor zeide me des man op sador als selectie. Want wan criteria dit toch, wan voorwaarden dit toch invult, doe hier aan, hier aan, hier aan. Mm-hmm. Nee, maar doe mee. Dus if u, zijn er een probleem met de resterende sma, zou je solliciteren, nog sador als selectie. If a leiding, actie als standaard, actie dat me wan saf voor zeide, daar aan de wan kibrisane, daar een commissie zijn die geïnstalleerd, zijn moest toe ook transparant, toch? Dan, next, en dan heb ik kibri daar aan mijn zin, dus toch wat ik nu op grond voor TC, iemand die moest ben op kan de, ten aan 26 jaar of ten aan 20 jaar, en een man die zit 26 jaar, dus een man dat nog selecteert. Of hier nou, ik ben rond middelbare score af, en een man dat nog een tien minuten af dat mijn concurrent maakt dat hij en kon dat zijn nom zijn zijn den om liep zijn niet gewoon dat be wat anders dat de rest in het duister is dat weet ook want dat vraagt die kan ook die altijd dat maar voor zijde de jullie kwam commissie installeren en dan een ministeriële commissie je moest doen ook transparant de jullie nog die verklaring de jullie nog die verslag uitleg dat op grond voor DC dus maar is nog zat in als selectie toch altijd vraagteken hoor je. En dan neem je nog eens maar kwalijk wat type. Huug me ook twee naar piste voor mij. Dan is het. Ja, je dat in je parlement dan een. Hoe ben je actie verantwoorden? Ja. En te verantwoorden nog meer komen, hoe ben je staat er? Voetbalsteun, tak. Je dan nog. Een instituut aan je parlement die zei. One tak verantwoorden moest komen. Dus. In principe, niks nog zo fout. De voorzitter van de vergadering op grond van allemaal one more informatie. Mm-hmm. Dat na recht van je parlement, de commissie zou die informatie. Nu ga naar perk die verklaring. Als je informatie naar je parlement, dan is het een godoro. If de man een obstakel, dan moeten ze gaan met de documenten en alle dingen, alle de verklaringen, alle de sandatie. Dat is langer dat je parlement doet, ja. Om Ariadis de trama nu komt. En if de suma no e voldu, mide wat dat betreft radicaal, if je no voldu, dan moet je eruit. En if no one suma no mogen die biedt, dan gaan we one suma dat. En dat is inderdaad, mi lees in a krantie, inderdaad, Stephanie Cassidy bij de one suma, sa bij de enige ambassadeur, kan als kandidaat, en dan die gekozen op grond voor dat die trauma no best solliciteer. Dus dan dat die. Oké. Nou. En nee, dan meke, we hebben een programma ja zo. Pe sama ekogi uitleg over bepaalde toli. Dus ik ga tangi voor APC informatie de. A ministerie check of is dat ki eigenlijk nou een belangrijk sani. Dat ki afverkiezing voor de jeugd ambassadeurs. Holi tabu 28 juli. Bika las ube kisi wan situatie pe de taki. Oké, a kennismaking of in de PC, maar dat of in de PC tabu 28 juli na 7 dagen voor afverkiezing. Dit aqui fu na se fu CARICOM dan aver que sem um holi gau so that wanyung CARICOM yu ambassador kan kom en a CARICOM yu ambassador de oteke pesi e ke voorzitter fu a CARICOM youth ambassadors program dus namo 28 juli aver que sem um holi mas tu me bepaal dat ik weet dat dit hier, minder zelfs om op alle standaard die dat ligt voor halen aan dat die namen 28 juli verkiezen moet komen. Het kan niet, toch? If a youth parliament, a leiding, a youth parliament is best uit wat leiding doet. En een ministerie kan doen een voorstel, toch? Een minister of noem of het nou de directeur is. Noem maar op, kukukari, maar een ministerie. Yeah. Kan doen een voorstel dat je hier nog, CARICOM ja je haast toe, organiseren verkiezen snel en zo. Je maar kan doen een voorstel. De AU-parlement neemt een voorstel dat in overweging. Je mag wel doen dat, oké, agenda voor nog druk, oké, inderdaad, het belang de hei, oké, dat we organiseren verkiezen. Bakate alasani go rectis. Bakate alasani go fini, precies van amdo, amgo. Volgens het oude reglement, volgens een statuten, daar verkiezingen komen. Maar om deze taak aan ministerie en bepaalde aan je parlement, zijn een onafhankelijk instituut, zijn even tegenwoordig de jongeren op hoogste niveau. Aan ministerie kan bepaald dat je, hé, hier en daar, daarom doen ze wat zijn.
Era no, dat is waarom de zon zijn. Dat bestaat niet. En als voorzitter van het parlement, na één vertegenwoordiger van het parlement in en buiten rechten. Dat betekent, als een man vindt dat hij een oorafverkiezing om die of die of die redenen, dan als voorzitter van het ministerie zet hij vlak naast zich neer. Toch, want een man moet schrijven verkiezing uit, aan minister neemt schrijven verkiezing uit. Ja. Directeur neemt schrijven verkiezing uit. Mm-hmm. Wie dat ook, er is een leiding, er is een voorzitter. Het oude reglement is vanzelfsprekend. De voorzitter schrijft de vergaderingen uit. En mij maakt een agenda, toch? En mij bepaalt dat ook in een discipline. Ja. Toch? Dus. Dus in een passie die we wachten. Juist. Een passie voor je is dat je dat CARICOM, secretariaat, een schriftbriefje of is domba kasranam, dat aan liever ambassadeurs en noem maar op. Ja. Ik moet dat discipline dat ik kan declareren. Stranang ap youth ambassadeurs, stranang ap CARICOM youth ambassadeurs, stranang ap Millennium Development youth ambassadeurs. Dus minu is chinoa haast na asan lati. CARICOM secretariat nu kan bepaald dat kom liever van je man. If stranang ap no bin ap youth ambassadeur no yeah, mo kutak yeah, kutak yeah. Wang de huidige youth ambassadeurs. Walang isa ba dama fa de karen? Samaydi no ankima fa de karen dama lati. Ik weet toevallig dat zij nu ambassadeur is CARICOM. If als maar dat die, sorry, je hebt maar kudak aan een bed. Kudak aan een demoro in als maar dit. Of een geven aan dat die aan een one moro. Of een geven aan dat die er in een one moro kun je mijn lieve brief, mijn satauroko. Ja. Of een dit, of noem maar op bij onstentenis de mankare. Natuurlijk kloppen we dat af. We kloppen dat af, we hopen dat voor niets en niemand. Nee. Toch? Maar dan pas. CARICOM secretariat bekas domba ka unu dat ei luku no was ma falei ja liever a posisie ja liever vul a posisie dis in binnen wa of binnen wa weekend binnen 2 weken. Maar vooralsnog hebben we rechtmatige jeugd ambassadeur. If asma limit verstrijkt en dat is ook het geval dat ik wat herjaar ik ba a limit verstrijkt. Wat herjaar ja. Maar verkiezen we hem oorzien dat wat jaren van tevoren. Mm-hmm. Toch? Dus fala mamãe daqui, a naíse beija si, beija bui, ah beide. Da, jau já é daqui. Já é daqui de colosso. Número. Já é de. Des as uma hila yar lang hebo kedan met semaini, ankima ene andre. Mene Bruce. Dan sanang fu wafete wang. Ya. Wafete 3 weeks fu organiseer wang boom verkiezing. Benoan tak taki no de. Tahu tak beli? Ferwang wang ambassadeur. Des for nu. Het ministerie mag geven, meneer Broes en mevrouw Akima aan, gewoon lek vertegenwoordiger. Er is geen vuiltje aan de lucht in een pistool. Dat is aan de kant dat secretariaat voor CARICOM actie dat invulling moest geven. We hebben jullie ambassadeurs. Pas tegen ons bij Abi, je mag bij de actie zoals we hebben. Ik denk dat je partij politiek hebt aan je historie? Partij politiek heb je alles. Dus. Mijn wens rotte mijn eigen asandati. Sabi, alleen vind ik het jammer dat een jeugdparlement of een jeugdinstituut vallen zo ver terug. Sabi, leden binnen een jeugdparlement die vrij voor op de politieke organisatie sluiten aan een politieke organisatie of op de politieke kleur. Sabi, dat naast mijn persoonlijke wil, als maar bij eigen recht ook doen, maar kon als maar privacy, als maar dat één nu aan dat zo'n partij, maar dat is wat je noemt, omdat de jeugdparlementaire noemt. No. If as maar weer van wat je hebt het vaak genoeg dat je dit in mijn domein aan je parlementsverkiezingen is, heb je dat er gaat er ook geld eraan gekoppeld, want voor de propaganda en aan de money. Dan zo'n lees je op leden in partijen, kan je de mij sympathiseren van partijen, dan maar je kon ook een prominente lid voor zo'n partij. Dan maar, sponsor me nou, sponsor me dan ik kan door. Oké, kan je sponsor inderdaad, dan de man door. Is op zich ook niet verkeerd. Want dat naast me afvast van je parlement daar je op dat moment wantjare wat kan verdoren. Nou, afvast van Asama, heb je voor een campagne. Ik was dat aan mijn keer money en als ik dat hoe de maya even voor make a flyer. Make a flyer of trui en voor mijn kando. Oké, in een man beleid Asma. Maar de Asma door dat bij eenmaal als je parlement, als je parlementariër, dat vind ik wel dat. Op dat moment partijpolitiek
ver weg gebleven. Met die woorden we bedoeld voor dat je tegen wat verkiezingen ik kom, nu leek je gaan maar deze verkiezingen. Aparte, mag komen palgi alleen dat die dat hij na zo'n man om draag voor na zo'n man om stem. Nee. Aan je parlementair heb je gekozen namens de jongeren voor het volk. Toch? En dat je verantwoording is geworden naar de jongeren van het volk. En hij mag kiezen op grond voor één zinswijze, toch? Wang vertegenwoordiger is er. Want het is op bestuurlijk niveau, na high level. Mm-hmm. Dus partijpolitiek moet daar ver van weg blijven. Maar even, als ik me afvraag, if hij heerst aan die partijpolitiek is spelen, dan denk ik dat ja, partijpolitiek is spelen. Want het is duidelijk dat je, als ik gewoon een richting en de man bepaalt, dat je na een vergadering moet gaan noemen om door. Terwijl mijn lees ook toe afverklaring voor het voorzitter van het parlement voor zeiden met Amano Wantak afverkiezen voor door. Omdat Amantak hier voor leden voor het parlement momenteel. Dus, dat nou kwam voor de reden ook toe dat je voor de leden de China gewoon training no. En de leden nog besabi. Ja, besabi dat je een verkiezing wil komen. Want even de besabi, dan de nobiogo go China gaan training. Maar dat is ziek dat even voorzitter van het parlement. Ach, en belangrijk, relevant dat je hier en nu de Ayuk Parlement, de voltallig naar Sranang. Plotseling zo in Wawiki ten, plotseling organiseren we heel big verkiezing en trommels van op organiseren. En volgens mij aan het ministerie zending voor je parlementariërs. Dat was een werk. Ja, ik kan het zo stellen. Dan gewoon zo katholisch morgen even aan een tras aan een play. Want dan wil ik bijna constateren dat ze willens en wetens je zin voor mankwe dat de man dat China dat je zit die kroeken dan als ramantag. En je nou, ook als je daarvoor kiezen snel voor de man dat komt, dan ben je dat gaan. Maar waarom zo'n haast achter? Dus, nee, ik moet vragen tegen, voor zijn er zo mee haast. Hoe wacht u rusten? Af voorste van je parlement, koninkie, hoe heet die? Koninkie toch? Kelvin koninkie. Misschien allemaal lea vergadering, want toen lees je. Misschien dat allemaal boom en allemaal ego op de goede richting, petje af. En als allemaal geef aan dat je er nog, mijn oma organiseer af verkiezing, want je parlement no default talen voor de leden, voor mij daardoor zijn no. En de noma abba gelegenheid voor stem, we moeten wachten voor de manat kon dat stem of stem. Dat valt je nog de andere lucht dan dat de manat kon dat stem en stem. En of, if de man op zo'n haast, is er ook een andere optie. Dan maak de man stem vanuit China. Digitaal, internet is nou heel snel. Ja, de technologie is ver. Dan maak de man niet meer wat muziek aan, dat luister nog. Omdat we vinden zo'n belangrijk issue, na stem voor stem, dat je ambassadeurs op kiezen die 2 jaar is vertegenwoordigd, Sranang in het buitenland, is dat we op de juiste sma, dus koop de sma voor zat in China, nou, dus hij vertegenwoordigt Sranang, nou, in China, met ook die occasie voor stem via internet, of zo niet, met ook wat de rust de man door in Sranang. Baga? Dat is de eerlijke en geheime en vrije verkiezing binnen het parlement. Inderdaad. Nou, Tolly Shuti. Suko Shuti, maar Bali Mutapu. Yeah. We kunnen nog de hele dag hierover praten, meneer Likori. Maar, waar we voor stoppen. Maar, het is wel een vraag. Want de meeste, de ene keer zie je naar je parlement. Zo, die zegt dat je zo, dat je zo, dat je zo. Dat ook toe alibi makanda, de Luko, hè. Ja. En dus, je verschillende sani ja je parlement maar de jongeren die zien dat wat ik niet aan ook kan de ook boom maar dat je soms met dat ja is die je parlement moet stoppen, het moet gewoon niet meer bestaan. Bent u die mening ook toegedaan? Nooit mis dat is zo'n mening toegedaan, omdat ik ook toe ben lid voor je parlement en lid voor je distres dat dit zie binnen de 8 jaar nu ben gekoppeld aan je instituut. Dus mij de wang de laatste wang zou ondersteunen zo'n mening of zou dat zo'n zijn dat je parlement moest houden bestaan. Zou mij ook dat je wel dat partijpolitiek moest houden voor infiltreren door in assisteren voor de jongeren. If you up jongeren binnen je organisatie en je wil bieden maar ruimte voor de go, doe ervaring op.
op bestuurlijk niveau binnen je parlement, je mag sponsor die man mag je als partijpolitiek. Mm-hmm. Normaal maar tegen dat je dat mag doen als dat je. Er zijn geen wetten daarvoor. Isabi. Maar tegen je ondersteunen man door dat ik wel liever man met een man schreef, met een ervaring mee. Nog een dat ik voor sturen man dat hij, omdat naar mijn sponsor is, dus dan dat hij doet, dat hij doet. Als dat om te pangen, want we leven in Suriname, Suriname is klein, we weten bliksems goed. Maar dat gebeurt. Tenminste, om een tapu eigen, maar mij kan dat duidelijk dat het gebeurt. En mijn man dat mismin dat voor misrefi. Maar het is geen publiek geheim dat Ligori bij de ABOP zit. Toch, Ligori zit bij de ABOP, klopt. En inderdaad, een voorzitter voor mij ondersteunt mij toen er tijd voor de mening aan je parlementsverkiezing. Mm-hmm. En hoe ben je wel echte in. Echt een voorbeeld dat je apolitiek, hoe behouden zo veel als mogelijk daarbuiten, je parlement 2010, 2014, hoe behouden zo veel als mogelijk daarbuiten en hoe man groot, echt braden aan sa, misdoen aan alle de soort partijen, jongere leden van je parlement die van andere kampen kwamen, van andere partijen. Maar we doen ook nog een beetje om een nationaal belang, om een jongere belang te bestellen voor. En dat is niet. Na een jongere belang, een groter belang, een nationaal belang, de jongeren moet potjes. Natuurlijk partijbelang is een rol, maar te imgo, bekana de jongeren stem potide. En dus te aigo om im kiezen tussen een partij anga de jongeren, dan is het belangrijk dat je sowieso je kiezen die de jongeren toch? Klopt. Dat is een groter belang, af dat je daarmee kiest die doende. Ja klop, toch? Inderdaad, dus me vind het jammer dat ik mijn aantrekken conclusie en gedunkelijk dat ik na dit geval van afgelopen zaterdag een sect partijpolitiek bemoeien in Asandisi, want dat kan ik daaruit misschien niet zo halen. Sami is je wel dat ik een ministerie voor jeugd en sportzaken ga doen ze varen voor ga bepalen dat ik dit je organiseren dat ik dat maar doen dat ik dit je doen. Toch? Is te ver. En dat kwam een plaatsvervangend lid jumpen op een plotseling, bakken die voorzitter vandaag een vergadering. Het is helemaal ons. Vanaf die voorzitter hamer een vergadering af, alles handelingen samen zijn bakken dat die is onrechtmatig. Bijna, if de man, ik go door, de katara samen, dat is rechter schrijven. Het kan niet, het is nergens werkbaar. Okay. Toch? Dus we doen een beroep van hieruit ook toe naar je parlement. En de parlementariërs, voor zijn taak, voor zijn verantwoordelijkheid. En voor zijn dat een volk, zowel oud als jong, en lukken ook te verdenken om naar de belangen. Dus de sabi dat je gekozen voor 3 jaren, met de door ook naar eer en geweten, toch met de oor aan je instituut heen. Want, if nono de aan je instituut moest vallen terug, dan betekent dat de jongeren vallen terug. En dat moeten we niet hebben. Met de sabi dat je partijpolitiek, wie je de volgende partij, of je partijpolitiek belang daarbij. Dat ben je de gekozen like jongeren, voor de ouderen ook de jongeren. Doe ouderen naar eer en geweten. Toch, nu meer nu een traag partijpolitiek kan bemoeien in als niet want, geloof me. Het volk, de jongeren, de ouderen, zien en kijken. En ik denk dat ik, trouwens, dat je ambitie voor volgt in carrière te door. Ja. Of nu je gebroken je carrière. Om een partijpolitiek, dan heb je carrière zelf naar de maan laten gaan. Dan ligt het is up to you. Okay. Dus bij deze, mijn roep de opvoeder, doe de Europa naar eer en geweten. Oké, nou mooi. Kan dank je even voor jou, voor die informatie. Ik begrijp nu dat die leiding bestaande uit Kelvin Koninki, die niet sparaag aan de senaar van trouw, zende een brief naar het ministerie van sport en jeugdzaken. Ik geef aan dat je de Wanihuli een vergadering, een huishoudelijke vergadering, op 28 juli die er komt. Dus dat is naar ons bij ons, bij jou dat je over een vergadering die passa. En dan een voorstel dat je op 4 augustus de Wanihuli kennismaking aan de kandidaten voor een jeugdambassadeursverkiezing. En een wiki bakken dat je op 11 augustus nadat die 11 augustus dan de Wanihuli verkiezing voor de jeugdambassadeurs. Sowieso we volgen een reactie voor het ministerie, maar die hoor je baka, dat zo pikje baka. Je ziet bij de Gongo Saboto, je eigen programma,
O lobby o serve, o lecipe que o serve, o tanso mole.